We kijken hier uit over het Hollands Diep. Op het Hollands Diep lagen twee bruggen, nu nog, nu drie. Dat was voor de Duitsers een heel belangrijk punt. Die bruggen wilden ze koste wat kost bewaren om een veilige overtocht te hebben naar de overkant. Om dat te bewerkstelligen lagen er ook marineschepen in de haven van Moerdijk om die bruggen te bewaken. Die marineschepen die konden vanaf de haven niet kijken op de bruggen. Vandaar dat heel de oosterkant van de haven werd gesloopt om het vrij uitzicht te krijgen. Om die bewaking nog beter te krijgen, werd er een plan gemaakt om rondom heel Moerdijk en rondom de bruggen, zowel Moerdijk als de overkant, Dordrecht, een gracht te graven, een zogenaamde tankval. Daar werden tankmuren gebouwd, grote betonnen blokken waardoor een tank niet zou kunnen passeren. Om dat werk te klaren, werd er op Moerdijk een kamp gevestigd, het zogenaamde Jodenkamp. Daar zaten natuurlijk ook nog wel enkele andere gevangenen, maar alles kwam uit het kamp Vught vandaan. In het kamp Vught werden er 500 mensen gevraagd om op Moerdijk te gaan werken. Met de belofte dat hun gezinnen een goede behandeling zouden krijgen en niet zouden worden gedeporteerd. Die mensen die kwamen hier aan en die moesten van 's morgens 7 tot 's avonds 6 uur werken in bittere kou, in zon, wind en alles, met slechts een hemd, een broek en daarover een jasje. De mensen die aan de overkant werkten, verder weg werkten, die werden met vrachtauto's gebracht, maar de rest van de mensen moest in looppas naar het werk marcheren. Daarbij werden ze begeleid door SS'ers met waakhonden. Op het werk aangekomen begon het werk meteen en ook meteen het treiteren van de SS'ers. Als het niet snel genoeg ging, slaan, schoppen, trappen en ook de honden erop afsturen om toch maar tot spoed aan te manen. Die mensen die hebben daar meer dan een jaar gewerkt om die grachten allemaal te graven. Die kampcommandant, dat was een beul puur sang. Die man die dronk nogal, zeg maar gerust zoop, flink. En die verscheen dan ook heel vaak te laat op het appel. Dat maakte niet uit voor de Duitsers, want die mensen moesten op het appel blijven staan. Keurig in gelid, net zolang dat de commandant er was. Al duurde het een uur, anderhalf uur, al regende het, al sneeuwde het. Ze moesten blijven staan. Er vielen er dan ook verschillende flauw, maar die werden heel snel bij positieve gebracht. Met water overgooien, schoppen, slaan, trappen. En zo ging het dan dag in dag uit. Aan het einde van, toen de tankkrachten klaar waren, toen kregen de mensen te horen dat alle familieleden toch waren gedeporteerd. En als dank voor al hun werk wat ze gedaan hebben, werden ze ook zelf vergast. Er zijn diverse pogingen gedaan om te ontsnappen aan de ellende, maar die pogingen mislukten even zo vaak. En als ze dan gepakt werden, dan kregen ze extreme lijfstraffen of ze werden zelfs vermoord. Aan het einde van de rit dan bleek dat er uiteindelijk 4 mensen het hele kamp gebeuren hadden overleefd. En dat was eigenlijk alles wat die mensen nog over hadden. Als dank voor het harde werken. Op zo'n manier eindigen is gewoon onmenselijk.